werd een heel belangrijk deel van het boek, is dat moederaspect geworden. Het is eigenlijk gewoon mijn moeder. Dus ja, ja. Het is een roman, maar hier kunnen we wel even... Net alsof dat die passages niet bij een roman horen, maar gewoon bij een autobiografie. Dus het boek... Dit was eigenlijk de plotloze thriller die in het boek afgekeurd werd door de uitgever. Dat had je eigenlijk in handen als je het las. Maar toen kwam een hele autobiografische laag in het boek. En toen dacht ik, ja, nu kan het alleen maar De Goede Zoon heten. Nu kan het geen Mannen zonder kinderen meer heten. Dus dat is een beetje verborgen, maar het is wel degelijk. Eigenlijk lees je dit boek wel als een soort plotloze thriller met misschien iets te veel plot. Zo zou je het kunnen zeggen. En dat klinkt heel ingewikkeld, dat is het niet, mag ik hopen. Maar toen ik het boek schreef, dacht ik echt van, ik volg gewoon alle grillige invallen zoals ze komen en ik kijk al waar ik uitkom. Ik hou zelf ook heel erg als lezer van dat soort boeken, die mij gewoon verrassen en die me meenemen naar plekken waar ik niet van wist dat ze bestonden. En toen het boek af was, toen dacht ik eerlijk gezegd ook van, dit is wel het boek wat ik wilde schrijven. Het is ook het vreemdste boek wat ik ooit heb geschreven. Mm-hmm. Dus ik was er blij mee, maar ik dacht, ik ga hier geen nieuwe lezers mee winnen. Ik ben Rob van Essen, ik woon in Amsterdam, ik ben opgegroeid in Twente. Ik won dit jaar de Libris Literatuurprijs met mijn roman De Goede Zoon. Je bent eerder genomineerd geweest voor de Librisprijs in 2009 geloof ik? Ja, 10 jaar geleden werd mijn roman Visser genomineerd voor die prijs. Toen won ik niet, deze keer heb ik wel gewonnen. Visser was mijn 6e boek, De Goede Zoon is mijn 12e boek, dus er zit wel een zekere regelmaat in. En behalve romans schrijf je ook andere genres? Ja, ik heb ook een autobiografisch boek geschreven. Ik heb ook 2 verhalenbundels gepubliceerd. En het volgende boek dat van mij uitkomt is ook weer een verhalenbundel. Dat verschijnt waarschijnlijk het najaar volgend jaar. De Goede Zoon wordt nu vertaald in het Duits. Dat is de eerste roman er zijn wat verhalen van mij vertaald. Maar de eerste roman die van mij vertaald wordt is De Goede Zoon. Die wordt in het Duits vertaald als Ein guter Sohn. En je bent daarnaast ook nog met een bijzonder biografisch project bezig. Ja, ik schrijf ondertussen ook aan de biografie van de dichter Menno Wichmann, die 2 jaar geleden overleed. Dat is een project dat gaat nog een aantal jaren duren voordat het verschijnt. Maar ik heb daar erg veel zin in. Nou ja, sinds ik die prijs won ben ik in veel boekhandels langsgekomen. En nu is deze boekhandel aan het A heeft mij uitgenodigd in Almelo. Bij de A. Oh, we gaan. Ik ben in veel boekhandels geweest sinds die prijs begonnen. Nu ben ik uitgenodigd in de boekhandel Bij de A in Almelo. En daar zit ik nu.